De titel van mijn column is Verbinding. Tijdens de Prinsproclamatie in de Vereniging werd uit volle borsten gezongen: Daar is de Prins van Knotsenburg. Tata, ta, -da, ta. -da, ta -da. En wie stond daar Pontificaal te stralen met Maillot, Pofbroek, cape, Steek en Vieren? Prins Mark den Eerste, oftewel Mark Buk fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Nijmegen. Daarmee toont Mark aan dat bij hem het echte Nimweegse CDA-bloed door de aderen stroomt. Want het Knotsenburgse carnaval en de KVP, nu CDA, zijn al decennia lang een hechte combinatie. Tweede Kamerlid Ad Lansink, gedeputeerde Theo Peters, wethouder Ronald Migo en raadslid Jaap Lamers Gingen Mark als politieke prins vooraf. En vergeet Knotsenburgse corrivee als Wim Winters, Joop Tettero en Frans Tromp niet. Allemaal namens het CDA raadslid en of wethouder geweest. In dat mannenbolwerk mocht CDA raadslid José Stal ooit paasje zijn. Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA in Wiegen, is daar geen prins geworden. Maar won wel een dure koptelefoon bij het gokken op de naam van de nieuwe prins in de Prinselotto van Wiegen. Ook mooi. Prins Mark I ziet het helemaal zitten. Carnaval is het feest van mijn leven, omdat het verbindt als niets anders. Totale saamhorigheid, daar draait het om. En ik ga er helemaal in op. Ik wil echt tussen de mensen staan. Voor Mark verandert er dus niks in zijn attitude. Als lijsttrekker voorafgaand aan de verkiezingen belooft hij ook al om de kloof met de burgers te verkleinen. Man van de straat dus. Carnaval als verbinding. Afgelopen week was de week van de stad en het woord verbinding kwam vaak als rode draad terug. Nijmegen heeft het nodig. Hubert Bruls en de politie. Deden alle mogelijke moeite om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in een apart vak buiten de route van Sinterklaas te houden. De verbinding is ver te zoeken. Maar het kan nog gekker. Het centrummanagement wil kerstverlichting in de grote straat hangen als feestelijke verbinding tussen de Waalkade en het centrum. Maar dat gaat zomaar niet. Er is een bezwaar van een bewoner die deze onzin niet in zijn straat wil. De lichtjes gaan pas om één uur s'nachts uit, dus doet hij tot die tijd geen oog dicht. Ik vraag me af bij wie hij gaat klagen als de zon zomers om zes uur op is, of zou het geen uitslaper zijn? Protest tegen pieten, van welke hoedanigheid dan ook. Protest tegen kerstverlichting, het zou me niks verbazen als dierenactivisten zich vlak na nieuwjaar gaan roeren met een harde ijs aan de gemeente. Geen paashaas in een gemeentelijk plantsoen, tenzij er meer granen-eieren van vrije uitloopkippen met een eco-keurmerk worden verstopt, beschilderd met natuurlijke leemverf op waterbasis. Prins Mark I zoekt de verbinding. Als Prins Carnaval is het vanaf de cafés aan de Grote Markt, maar een klein stukje naar de Grote Straat. Als raadslid vanaf het stadhuis ook. Kan hij beide functies niet verbinden om de waalkader voor een paar weken met het centrum met lichtjes te verbinden?